Dit is het einde van Fantoom. Hij zingt zijn zwanenzang en hij probeert nog een partijtje te rocken, maar het is over en klaar. In deze video komen we achter de ware bedoeling van Fantoom en gaan we natuurlijk ook zijn, onzichtbare kont toch schoppen. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Dan gaan we beginnen. Laten we dan eindelijk met Fantoom gaan praten. Voor we met de festiviteiten beginnen, mag ik misschien nog om één acteerprestatie vragen. Wat wil je nou weer weten, man? Oké, wat is dit voor geheime deur? Ik voel Harry Potter dingen. Wat is dit, joh? Dit is backstage of zo? Of de regieruimte. Mijn controlekamer. Als regisseur moet ik me concentreren op het grote plaatje. Iets waar sterren te egocentrisch voor zijn. Wat? Nou, heel goed gedaan, Fantoom, zegt Bipo. Ik zal het in al mijn interviews zeggen. Maar Raymond die zegt, weet je, ik krijg al de hele tijd een beetje gekke vibe van dat Fantoom. Fantoom zegt, jullie zijn de ware redders van het netwerk. Voor jullie kwamen werd er niet eens gekeken als ik het publiek ervoor betaalde. Het hielp natuurlijk niet dat de studio overspoeld werd door duizend mis. Maar toen bedacht ik me iets. Wat bedacht jij, hè? Wat als de helden die mij onrechtmatig hebben vernederd, de duisternis voor me op zouden ruimen. Nou ja, dat hebben we gedaan. Ik bedoel, dat was een aardige deal, toch? En nu? Wat is er dan nu? En wat als ik dat dan zou uitzenden, zodat miljoenen het konden zien? En ik hun plek in de schijnwerpers zou overnemen om onbegrensde macht te krijgen? Dus je hebt dit allemaal al uitgezonden. De Bipo die snapt het allemaal niet meer. Maar de Fantoom zegt nee, onnozelaar. Ik heb mijn wraak gepland sinds onze laatste ontmoeting. Ik zocht alleen nog een perfecte gelegenheid. En dit is hem! Oh my gosh. We worden flink in de maling genomen natuurlijk. Het is misschien een schrale troost, maar de uitzending van de vernederende nederlaag die ik jullie heb bezorgd levert ons vast een Galactovisie Songfestivalprijs op. Wat bedoel je? Nederlaag. Wat? Je hebt toch nog niet van ons gewonnen? Wat is er gaande? Wat ben je nou stom aan het doen? Jij praat tegen mij? Oh, daar gaan we hoor. Oké, we hebben weer een liedje van Fantoom. Daar gaan we eens even van genieten, jongens. Kijk, dit moet het worden. Voor mijn rent. Aubergine noem je hem gewoon. Hey, Raymond is gewoon een baas hoor. De rabbits helpen, Raymond. Wat zeg jij? Oh. Oh, dit is zo goed. Dit is echt te goed. Oh my gosh, Rayman wordt zo gedist. Daar is hij weer. Dit is de grande finale. Verslaat Swing Fantoom. We moeten hem gaan pakken. Holy moly. Hij zit Rayman even te beledigen, jongen. Maar gelukkig gaan de rabbits gewoon helpen. Bipo zegt, onder alle glitter en glamour ben je nog steeds hetzelfde. Je zal mij niet misleiden. Met je ego en dezelfde tactieken. Maar je bent niks veranderd. Weet je nog wat ik in ons eerste avontuur tegen jou zei? Ja, weet je het nog? Volgens mijn sensoren is het Fantoom onaantastbaar als hij in de schijnwerpers staat. Dus we moeten hem uit de schijnwerpers houden. Ik wou zeggen, we moeten de lichten uitdoen. Maar ik wachtte even op Bipo, want hij was heel boos. En we moeten de lichten tackelen. Oké. Dus ik moet eigenlijk extra tackles gaan geven. Bijvoorbeeld aan Rabbit Peach. Let's go! Ik ga eerst maar eens even deze Goomba's uitschakelen. Geen probleem. Raymond die kan denk ik wel alvast door naar een volgend lichtje ergens. Ja, hier is een lichtje. Nee, we moeten naar boven, hè, naar dat licht. Kijk, zo, hoppakee. Die kan al helemaal hier naartoe, joh. Oké, ik ga hier landen. Deze even tackelen. Gaan we in ieder geval hem even kapot schieten. Oh, ik sta hier echt heel stom. Ik dacht dat ik hier aan het schuilen was, maar blijkbaar niet. Ja, dat is wel een beetje suf, maar ja. Volgens mij kon Rabbit Mario nog gewoon lopen nadat we hebben geschoten, toch? Dat was een ding van Rabbit Mario. Ja, kijk, dat is heel lekker dit. En ik roep gelijk even een hulpje op. Die gaat even naar de andere kant. Ja, joh, ik heb het gevoel dat we best prima staan. Die Goomba's die halen het net niet, dus die komen lekker dichtbij. Maar die gaan we straks gewoon heerlijk tackelen. Dan hebben we hier wat vijandjes op de achtergrond. Ja, dit was een beetje jammer inderdaad. Ik had mezelf niet lekker gepositioneerd daar met Rayman. En die Fantoom die probeert te schieten, maar dat lukt niet. Ja, en nu kan ik zeker net niet bij de lampie. Ik ga in ieder geval deze naar beneden gooien. Deze gaat naar de andere kant naar beneden. Maar ik dacht even, misschien kan ik wel bij het lampje. Als ik nou even dit vastgrijp. En dan gewoon even lekker hier land. Zo. Kijk, dan kunnen we deze lamp tackelen. Maar even, er moeten dus nog meer lampen zijn. Oh, hier voor mijn neus natuurlijk was er ook één. Die is voor Rabbit Mario. Hotse flots. Kijk, nu zijn allebei de lampjes getackled. Nu kunnen we volle bak Fantoom gaan schieten. Let's go, guys.
Hoppakee, de Goomba's even uit de weg ruimen. Hots, bats, bim, lekker dit zeg. Oh, dit wordt een lekker beurtje hoor. Oh, kijk hoe hard Rabbit Mario hem raakt. Oh, heel goed. Hoppa, ik heb ook nog steeds Kong. Pak hem aan, jongen. Oh, ik heb nu wel echt mijn rabbits uit de cover gehaald. Ach ja, weet je, als het zo doorgaat, hè, dan gaan we hem in ieder geval heel veel pijn doen nu. Dat is wel lekker. Ik ben even benieuwd. Hoe vaak zullen we hem kunnen raken met deze raket? Één keer. Oké. Daar had ik me iets meer van voorgesteld. En er komen nog de schokgolven erachteraan. Dan kunnen we die andere vijand ook nog even pakken die daar rechts staat. Oh, heerlijk dit hoor. Oh, we hebben Fantoom echt al voor 2/3 kapot, denk ik. Wat ze vlot. Die wordt ook kapot geschoten. Kijk, die durft niet te bewegen. Rayman wordt wel even geraakt. En wat gaat Fantoompie doen dan? Wat is je bedoeling? Ja, jij gaat voor mijn hulpje daar, hè? Zijn de lampen nog steeds kapot? Dat betekent dat ik jou nog steeds kan raken gewoon. Nou, dit is heerlijk, dit. Wat ziek idee. Hier, ik schiet hem kapot met de Rabbit Mario. Bye bye, Fantoompie. Daar ga je al. Easy. Maar ongetwijfeld heeft hij nog een fase 2 of een fase 3 of misschien wel allebei. Dit kan niet zo makkelijk zijn. Kijk, zie je? Oh. Hij gaat nu rocken, hoor, deze man. Ja. Ja, dit wordt lastiger. Er staan nu grotere vijanden. We gaan door naar de volgende set. Dit is een Inferno van alarmfase 5 met oorverdovende metal donder riff. Meepo zegt, dit betekent brandaanvallen. Betekent dat wij nu heel veel hebben aan wateraanvallen op die vijanden? Zo, er zijn hier wel veel Goomba's, zeg. Holy moly. En wat zijn dit voor gasten? Die zijn resistent tegen zo'n beetje alles. Hij maakt duister meer spoelen. Oké. Dus het lijkt alsof ik hem niet echt goed kan verslaan. Hij heeft 814 HP. Oké, we gaan in ieder geval deze Goomba's even uit de weg ruimen. Zo, deze gaan weg. En dit licht gaat ook alvast uit. Ik ga met Rayman gelijk proberen te vliegen naar de overkant. Zodat we hier wat lampen kapot kunnen maken. Dus even kijken. Ik ga denk ik proberen om zo te landen. Met deze tackelen. Gaan we heel veel beschermdingetjes oproepen. En ik denk dat ik ook gewoon even mijn raket moet pakken. Zo. Hoppakee. Oh, ik maak mijn bescherming ook even kapot daar. Dat is niet heel handig. Oké. Deze Goomba's. Ja, die worden lekker uit elkaar gedreven. Hier staat nog iemand. Die gaan we even kapot maken. Die zijn wel resistent. Oké. Ik heb mijn best gedaan. Ik denk niet dat ik het ga redden tot aan de overkant. Misschien net wel. Net wel. Maar we staan hier niet goed. Hoe kunnen we achter dit platform schuilen? Oké. Piep, 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 piep. Ik denk dat ik mijn hulpje gewoon alvast naar boven ga sturen als het lukt. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, dit platform zo? Kan hij nog even hier naartoe? Oh, ja, lekker. Oh, en ik kan net niet tackelen. Dat is jammer. Maar ik kan wel letterlijk iedereen hier kapot schieten, al die Goomba's. Hoppa. Ja, we gaan gewoon volledig in de aanval. Let's go. Richting deze pijp. Hier naar boven. Even deze meneer hier slopen met mijn 5 schoten. Oh, de Rabbit Mario is zo sterk. Hij is gewoon al bijna boven ook, hè? Oké, het gaat best wel lekker. Ik sta niet overal even goed nu. Kijk, daar gaat hij een duistermispool creëren. Oh, dit zijn er best wel veel. Wat is dat eigenlijk? Ik weet niet wat hij nou allemaal gedaan heeft. Maar dit is een nieuwe vijand voor mij. Er lopen overal verdwaalde Goomba's rond. Jij gaat ook op Rayman. Oké, joh. Ga lekker allemaal op Rayman, joh. Oh, Rayman wordt ook bang of zo. Die rent in één keer weg. En de Rabbit Peach staat in de fik, maar die kan dat wel overleven. Oké, laten we even kijken hoe we dit aan gaan pakken. Oh, ik mag niet in de duisternis pool lopen, want dan ga ik kapot. Oké. Allereerst ga ik Rayman en Rabbit Peach eens even healen. Dat hebben ze wel nodig. Ja, Rayman die kan op dit moment niet schieten, helaas. Die gaat in ieder geval even hier naar boven, zodat hij dit lampje kan tackelen. Hoeveel lampjes zijn er nog over dan? Of was dat het laatste lampje? Nee, want hier is er nog één. Ja, die kan ik alleen maar tackelen met Rabbit Mario, die dan wel wat damage pakt. Maar dat boeit niet, want we gaan nu volle bak. Volle bakkie op deze guy, op meneertje Fantoompie. En dit is gelijk een mooi begin. Het is wel jammer dat Rayman en deze makker niet kunnen schieten. Dus ik ga maar even tackelen gewoon. Gaan we hier even 2 Goombaatjes verslaan. Zo, hoppakee. Elektrische schokken erbovenop. Dikke doei, jongens. Konkie, ben je er weer, jongen? Je moet me helpen, vriend. Hoppakee, maak alles kapot. Maak de Goomba's kapot. Maak Fantoompie kapot. Oh, ik kan ook niet meer schieten, want ik kan natuurlijk al geheeld. Oké, wat kunnen we nog doen? Ik kan nog wel mijn hulpjes neerzetten hier. En dan even naar beneden springen. Oké, laat maar zien wat jullie hebben. Dikke doei. Met je duistermis. Oh, er komt nog veel meer duistermis. Nu Rayman zit een beetje ingesloten in de duistermis. Rabbit Mario zijn hulpje wordt geschoten. Oh, oké, waar kom jij opeens vandaan dan, jongen? Oh, Rayman krijgt het erg zwaar te verduren. Oh, Fantoom verplaatst zich nu.
Die denkt, nou, ik ga lekker even naar de andere kant. Oké, ik wist niet dat jij dat kon. Gelukkig kan iedereen nu wel gewoon weer schieten, dus dat is lekker. We kunnen gewoon weer deze kant op. Richting meneertje Fantoom. Rabbit Mario kan altijd knijterveel lopen, dus dat is fijn. Die kan gewoon lekker hiervoor gaan staan en dan lekker doorlopen straks nog. Hoppa! Die voor jou, vriend. Rabbit Peach heeft er spettermogelijkheden nog. Maar dat doet echt niks tegen Fantoom, zie ik. Maar we kunnen daarmee misschien wel die gekke... Hoe heet die guy? Kijk, die guy daarachter kunnen we... Nou, die kunnen we niet wegspetteren. Ik dacht, misschien kunnen we die wegspetteren, maar helaas. Fantoom krijgt nog wel de rockets van Peach op zijn bakkes. Terwijl mijn koptelefoon er bijna vanaf mieterde. En Rayman gaat ook even flink op hem schieten. Dat is mooi. Let's go, Fantoom. Laat maar zien wat je nog in petto hebt. Jij wordt even weggebounced. Oh, oké. Wie zit er onder... Oh, Rabbit Mario die zit onder de smurrie. Dat is niet chill. Hij gaat nu weer terug naar het midden. Oh, nu kan niemand meer schieten zeker. Dit is naar. Alleen Rayman kan nog schieten. Nou, dan gaan we dat maar doen. Dan overleeft hij wel weer een beurtje. Oh, maar ik kan nog een keer schieten met Rayman. Oh, bijna. Ja, Rabbit Peach en Rabbit Mario kunnen dus niet schieten. Peach kan inmiddels wel weer healen, dus dat ga ik dan maar doen. Moet een beetje buiten het zicht blijven van die gekke slijmmonster vijand daar. Zodat we de volgende beurt in ieder geval wel kunnen schieten. Dus als ik gewoon helemaal hier ga staan, kan Rabbit Peach de volgende beurt gewoon afmaken. Let's go, Rabbit Mario! Vlieg maar even lekker naar beneden, jongen. Hoppakee. Kijk, nu kan hij zo zijn best doen. Maar ik weet niet waar je naartoe gaat, maat. Maar voor jou houdt het even ook een beetje op nu, hè? Ja, jammer joh. Je hebt ons lekker niet geraakt. Oh, je bal van Rayman. Die heb je wel geraakt met je wapen. Fantoom gaat weer lekker naar links. Pak hem aan maar, Rabbit Mario. Pak hem aan. Afgelopen met deze Fantoom Rockstar guy. Nou, ik denk dat er nog een derde fase door moet hoor. Zou dit dan de finale zijn? Ja. We krijgen weer een optreden. Laten we even stil zijn. Hij kan wel goed zingen, met zijn mooie snor. Wow, deze dis. Oh, je gaat ook nog even tegen Rabbit Mario en Rabbit Peach. Hoe lang heb je dit voorbereid, Fantoom? Er volgt geen applaus, hè? Ik weet niet of je het hoorde, maar het was heel stil aan het einde van jouw optreden. Versla slot, Fantoom. Dit is de allerlaatste Fantoom die we moeten pakken. Sommige lichten zitten ingekapseld in... geheime stalen frames. Dus dan kunnen we dat licht niet raken. Hij is iets retro's aan het doen met de ouderwetse outfit van hem. Dan zijn we er bijna nog even doorgaan. De lichten gaan in groepen aan. We moeten alle lichten van een groep kapot maken voordat we naar de volgende groep door kunnen. Oh, is dat hoe dit moet? Oké. Oké, in dat geval gaan we dus eerst deze tackelen. En dan hebben we er daar beneden één zo te zien die we ook kunnen tackelen. Zou Rabbit Mario daar gelijk bij kunnen? Nee, daarvoor moet ik een teamsprong doen. Of ik moet even mijn hulpje alvast inroepen. Laat ik dat doen. Let's go. Dan kan ik even tactisch kijken waar we daarna naartoe kunnen. Zo, hoppakee. Die twee zijn weg. Kijk, de volgende twee gaan open. En daarboven staan trouwens al die brawl bravado mannetjes met snipers. Ik wil die eigenlijk gelijk uitschakelen als het even kan. Nou is het volgens mij zo dat Rabbit Peach best wel ver kan zweven. Dus die kan hier opspringen. En dan misschien wel door die buis hier. Oh nee, hier is de volgende. Ik ga deze even tackelen. Waar gaan we naartoe als we deze buis doorgaan? Dan komen we hier terecht, oké. Ik kan in ieder geval met Rabbit Kong al die Goombas hier in de buurt even kapot maken. Dat is top. Jammer dat die guy daarboven niet gelijk kapot gaat. Daar kom ik nu nog niet bij. Maar ik kan hem wel alvast één keer raken. Zo. Dat is alvast een beetje. Oké, Rayman, jij gaat wel alvast helemaal daar naartoe, ja? Jij gaat dit vastgrijpen. En dan gaan we hier landen. Die volgende, die is daarboven. Oké, laten we daar naartoe gaan. En dan ga ik straks met het kanon proberen om die bravado's even uit de weg te ruimen. Kijk, hoppakee. Die is ook weg. Dit gaat goed. We hebben er nog twee over. Kijk, let's go. Die bravado moet eventjes lekker uit de weg. En die daar ook. Die moet ook even weg. Zo, hoppakee. Ga maar. Doei. Later. Hij is al bijna kapot. Maar bijna is niet helemaal. Maar wel echt bijna. Dan kan ik nog even wegspringen met Rayman. Eens even koekeloeren waar Rabbit Mario dan nog naartoe kan. Ik denk niet super ver weg. Nee, dat is wel jammer. Die kan eigenlijk niet echt veel doen deze beurt. Let's go, Rayman. Ik weet niet zo goed waar ik naartoe moet. Misschien hier naartoe. Zodat we deze guy nog even kunnen schieten. Ah, oh, maar die overleefde. Dat is echt jammer. Zou Rabbit Mario in de buurt kunnen komen? Of de clone daarvan? Misschien wel.
Misschien kunnen we hem raken. Ja, dat denk ik wel. Ik wil deze guy gewoon even uitschakelen. Hotseflotsie! Bravado nummer 1 is ook gelijk weg. Hele goede eerste beurt dit hoor. We hebben bijna alle lampen al kapot. Er is een bravadootje weg. Er is er nog maar 1 over, onze sniper-tijger. Die gaat dan wel... Oeh, daar op Rabbit Peach. Daar wordt niemand geraakt. Deze gaat ook sowieso niemand raken. En deze ook niet. En deze Goombas, ja, die gaan denk ik dan Rabbit Peach nog raken. Die heeft het wel zwaar te verduren daar. Dus die moet hierna denk ik even gaan healen. Oké, we kunnen nu ook niet dicht bij Fantoom in de buurt komen blijkbaar. Tenzij iemand die klap even op gaat vangen. Weet je wat? Ik laat die klap even opvangen door mijn hulpje. Dat is niet zo heel erg. Want ik wil namelijk sowieso dat Rayman deze kapot gaat maken. Hoppa. En dan is daar beneden nog een lampie. Ik ga voor nu even omlaag springen. Oh, wat? Rabbit Peach kan echt alleen maar tackelen. Voor de rest kan ze helemaal niks. Ja, maar dat is wel balen. Anyway, we hebben Fantoom wel eventjes gewoon weer in zijn naki gezet, zo te zeggen. En deze 3 Goombas, die kunnen we wel kapot tackelen. Want Rabbit Peach heeft in ieder geval 2 tackles. Ja, dan moet Rabbit Peach eventjes aan de veilige kant gaan staan. Een beetje hier zo. Die moet echt zichzelf heel even terug gaan trekken. Die gaat hier staan. Dat is ook gelijk een beetje healing. Ik denk dat het goed is als we met z'n allen even hier naartoe gaan naar deze kant. Let's go, Rayman. Schiet hem kapot. En nog een keer, let's go. We gaan even deze kip tackelen. Ik vind het net een kip. Het is helemaal geen kip. Maar ik vind het net een kip. En als ik dan hier ga schieten, dan raak ik Fantoom jammer genoeg net niet. Ik ga even met Rabbit Mario even gek doen gewoon. We gaan even gek doen. We gaan heel even naar de andere kant toe. Die heeft nu wel last van deze bravado hierboven misschien. Ik kan ook gewoon nog weglopen. Of nou ja, ik kan wel weglopen trouwens. Tuurlijk kan ik weglopen. Ik kan perfect weglopen. Gaat helemaal goed komen. Ja, voor de rest is het balen. Want ik kan niet echt iemand raken voor de rest. Ik heb alleen nog maar mijn elektroschok over. Alsjeblieft. Oké, dat was het. Dat was alles wat ik deze beurt kon doen. De sniper, waar ga je naartoe? Ja, voor wie ga jij? Oh, voor niemand. Oké. Oef, daar worden wel een paar mannetjes geraakt. En door deze sprong wordt Rayman dan ook nog geraakt. Maar als het goed is, kunnen we na deze beurt wel even lekker gaan healen. Fantoom, die komt eigenlijk dichterbij. Mijn hulpje, die is gone, die is weg. Oké, healen, dat is nu even het allerbelangrijkste, dat Rayman en Rabbit Peach blijven leven. Dan gaan we eens even flink springen met Rabbit Mario. Het is wel belangrijk dat hij in de buurt komt van Fantoom, zodat we hem kunnen raken. Ja, dan kan ik nou net niet tackelen. Oh, dit vind ik heel lullig. Oké. Ik ga wel gewoon vol op Fantoom schieten, hè. Oh, dat is een idee. Moeten we minimaal 1 zo'n varken nu kapot maken? Anders hebben we denk ik wel een probleem de volgende beurt. Misschien kunnen we dat wel met de spetters doen van Rabbit Peach. Dan raken we ze allebei. Kijk, hotstikke idee. Wegwezen, jongens. Opzouten. Ik denk dat het goed is om de plopperwacht even op te roepen voor straks. En dan beam op Fantoom de volgende. Ik kan ook nog een powerblok gebruiken. Ik denk dat dit wel een goeie is, want dan laten we die... Kijk, dan laten we dat beest bewegen en die schieten we dan sowieso kapot. Toch? Ja. Lekker. Lekker om nog een itempje achter de hand te hebben, hoor. Nou, 1 snipertje denkt van... Nou, ik ga nog even naar boven klimmen. Niet dat ik iets ga doen daar. Deze gaat even springen. Fantoom gaat zich denk ik straks ook weer teleporteren. Oh, of niet. Oké, of niet. Ja, dan gaan we hem gewoon voor zijn moer schieten natuurlijk. Let's go, Rayman. Hij is bijna kapot. Let's go, Rabbit Peach. Maak hem kapot, die gekke Fantoom. Ja hoor. Hij is er geweest. En dit is zijn zwanenzang. Zijn afscheidslied. Hij raakt volledig in paniek. Met zijn 2 mooie tanden. Oh, zijn keeltje die doet het niet meer. Oh, dit was de show. Kijk ze... Rabbit Peach vond het heel mooi. Oh, wat goed jongens. Wat goed. We hebben zelfs de gouden plaat nog weten te fixen. De gouden grammofoonplaat. En Pipo die is helemaal blij dat het voorbij is. En daar is een teleportatieportaal. En het werkt ook nog. Rayman zegt, dank jullie wel. En die zegt, dan gaan jullie nu vast weer naar huis. Fijn dat we elkaar hebben ontmoet. Het was leuk om eens een keer samen met de rabbits te vechten. Rayman die zegt, ik denk dat ik hier nog even blijf. Want die rabbits proberen iets goed te doen. Ze hebben alleen goede begeleiding nodig. En Rabbit Piet zegt, dat is geweldig voor je. Maar ik zelf ben toch liever een held... dan een gevierd actrice. En dat vindt Beepo heel erg ontwikkeld van Rabbit Peach. Want als held kun je stomme filmpjes maken op je mobiel. Voor over eyeliner aanbrengen en zo. En dan betalen ze je om. Rabbit Peach die houdt ook wel van shame, hè? Is Rabbit Peach nu gewoon beauty vloggers aan het shamen? Wauw, oké. Dag meneer Aubergine, we zullen je nooit vergeten. Als je iets nodig hebt, dan staan we voor je klaar, zegt Beepo tegen Rayman. Daar komt het licht van het teleportatieportaal. Ja hoor, ja. Kijk, het mooiste kasteel in de wereld.
Ja, dat denkt ook Rabbit Mario. Die heeft toch wel een beetje... Oh, ik wou zeggen, die heeft heimwee. Maar die gaat gewoon Rayman heel erg missen. Nou, wat schattig, jongens. Nou, Rabbit Peach die denkt... Doei, dikke doei, mazzel. Tot de volgende keer. Of misschien tot nooit. Oh, nou, heb je nou gewoon een cadeautje? Ik zou dit cadeautje niet vertrouwen als ik jou was Rayman. Maar, oh, wij krijgen ook een cadeautje. Laat even zien wat erin zit. Ik wil zien wat erin zit. Nee? Oh, dat blijft een geheim. Dit was Mario plus Rabbit Sparks of ook de Rayman in de Phantom Show DLC. Oh kijk, het cadeautje is uitgepakt. Hè. En Rayman die krijgt een bij elkaar gebraaide Mario pet. En het is een cadeautje voor Mario. Kan niet goed zien wat het is. Kan jij zien wat het is? Laat het weten in de comments. Doe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende serie. Mazzel!